Het Nationaal Jeugdparlement startte vandaag met het jaarlijks terugkerend Nationaal Jeugdcongres. Jongeren en vertegenwoordigers van de verschillende districten krijgen de kans om samen met de beleidsmakers zaken die te maken hebben met de jeugd onder de loep te nemen met de beleidsmakers. In de periode 13 mei tot en met 5 juni 2016 werden er in alle 10 districten mini-jeugdcongressen gehouden door het NJP. Jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 25 jaar konden in hun eigen vertrouwde omgeving discussiëren en van gedachten wisselen over verschillende zaken die te maken hebben met jongeren. Zoals jong ondernemerschap, jeugdcriminaliteit en sport en recreatie. Volgens minister Faisal Abdulgafoor van Sport en Jeugdzaken tracht de regering in haar beleid kansen en mogelijkheden op alle gebieden te creëren voor de ontwikkeling van de jeugd. Het jeugdparticipatiebeleid komt tot uitdrukking in het Nationaal Jeugdinstituut met het Jeugdparlement en in de toekomst de CARICOM jeugdambassadeurs en de SDG jeugdambassadeurs, districtsraadsleden en natuurlijk ook ons jeugdadviesraad. Gelet op het feit dat het Nationaal Jeugdparticipatiebeleid rechtstreeks valt onder de president van de Republiek Suriname en deze verantwoordelijkheid gedelegeerd is naar de minister van Sport en Jeugdzaken, breng ik onder uw aandacht dat het ministerie van Sport en Jeugdzaken staat voor het ontwikkelen, implementeren en coördineren van het sport- en jeugdbeleid ter bevordering van welvaart en welzijn van de Surinaamse samenleving. In dit kader zullen de resultaten die voortvloeien uit het Nationaal Jeugdcongres 2016 van toegevoegde waarde zijn voor het jeugdbeleid in zijn algemeen, maar in het bijzonder voor het herformuleren van de ideale Surinaamse jeugd. Vice-president Ashwin Adin vertegenwoordigde president Boutersen op het congres. Hij geeft aan dat in zijn periode als onderwijsminister hij altijd heeft gepleit voor herdefiniëring van het onderwijsdoel. En het onderwijsdoel was zo dan toen moeten zijn, en we hebben toen zo gedefinieerd, het maximaal halen uit het potentieel van onze jongeren en hen gereed maken voor maatschappelijke dienstbaarheid. Het maximaal uit het potentieel halen van onze jongeren heeft natuurlijk te maken met niet alleen het cognitieve, want dat krijgt u natuurlijk in onze onderwijsinstituten, maar ook het sociale, het ethische, het emotionele en het fysieke. Dat zijn allemaal competenties en sferen waarin ontwikkeling plaatsvindt. Daar is daarom jeugdleiderschap een hele belangrijke factor en kan een hele belangrijke factor in spelen. Omdat jeugdleiderschap op 2 vlakken een bijdrage kan leveren. In het eerste geeft het de jeugdige die capaciteit om een analyse te kunnen maken van zijn krachten en zijn zwakten. Als het gaat om eigen vaardigheden, dat geeft jeugdleiderschap. Die competentie geeft, capaciteit geeft. Hè. Een assessment te maken van je persoonlijke eigenschappen, maar ook je beroepskwaliteiten die je nodig zult hebben later. Want gereed maken voor maatschappelijke dienstbaarheid. Maar dat geeft ook kwaliteiten, capaciteit om anderen te begeleiden in dat proces. Om anderen te begeleiden in wat zij op persoonlijk vlak nodig hebben aan vaardigheden, maar ook voor hun beroepsgerichte zaken. Welke beroepsvaardigheden je zou moeten hebben. Jeugdleiderschap is daarom zeer belangrijk. Aldus vice-president Ashwin Adin. Het Nationaal Jeugdparlement startte vandaag met het jaarlijks terugkerend Nationaal Jeugdcongres.